De toonladder van do groot met de twee handen samen parallel gaat als volgt. Je speelt dezelfde noten, maar je gebruikt andere vingers. Eén tip kan ik geven. De derde vinger, deze vinger, die valt altijd samen bij de toonladder van do groot. Let op. Do, re, mi. Nu moet je met de rechterhand je duim zetten. Met je linkerhand blijf je gewoon doorspelen. Nu ga je met de linkerhand veranderen. Ga terug naar beneden. De derde vinger valt samen. Dan verandert de eerste linkerhand. En nu verandert de rechterhand haasje over. Dus de twee handen wisselen op een verschillend moment van positie. Over twee octaven gaat dat als volgt. De rechterhand verandert eerst. Nu de linkerhand. In plaats van nu de pink te spelen met de rechterhand, kun je opnieuw de duim spelen, dat de duim samenvalt. En dan ga je hier ook verder met de vierde vinger. Heb je terug hetzelfde principe, terug de duim. Linkerhand verandert eerst met de duim op sol. Rechterhand heeft de duim op fa en wisselt dan. In plaats van hier de pink te spelen, kun je terug de duim spelen. Vierde vinger. Linkerhand verandert. Dat is voor heel veel mensen een beetje moeilijk in het begin. Om dat te trainen kun je deze oefening als voorbereiding doen. Je speelt met de ene hand tot daar. Met de andere hand speel je tot aan de sol. En terug naar beneden. Dat moet je eerst kunnen. Dat is de eerste oefening die je moet doen. En dan ga je altijd één nootje meer spelen. Dat gaat als volgt. Eén nootje meer. Want die vallen samen. En terug. Nog eens opnieuw. Die vallen samen. Voilà. Nog een nootje meer. Tot daar. Nu kun je helemaal doorspelen tot aan de do. Eerst doe je dat gewoon over één octaaf, tot aan de pink. En dan terug naar beneden. Het moeilijke aan deze toonladder is dus dat de twee handen niet tegelijkertijd de duim onderzetten of overzetten. Maar dat de derde vinger wel samenvalt. Op de mi. En op de la. Voilà. Veel succes ermee.